Welkom terug bij deze derde aflevering van mijn Let's Play. Van de nieuwe Need for Speed Most Wanted. En we hebben net Nitro en Offroad Tires voor deze Evolution X vrijgespeeld. En dat is een Bentley. Volgens mij een Continental. Continental GT. Die wil ik wel even kijken. Oh, een supersport zelfs. Dat had ze niet hoeven doen. Geweldig. Laten we Bentley Offroad nemen. Oh, we gaan hem gewoon gelijk molesteren ook nog. Geen slechte auto. Ho ho, niet doen. Staat hier een auto? Lijkt me wel een plek voor een auto. Niets? Oké. Oh, dit zijn die jumps uit de race. Yay. Eroverheen. Yes! Oh, nee, kak. Ja. Ja, dat gaat niet goed. Nee. Bentley is een beetje kapot. Nou ja, wat doe je eraan, hè? Jackspot found. Dat wil zeggen. Oh. Awesome. Oké, dit is dus ook een van mijn lievelingsauto's. Echt. Een Dodge Challenger. Oh. Dit is echt. Hier ga ik. Oké. Okay. Dit vinden we misschien niet leuk, maar hier ga ik echt veel dingen vrij spelen. Oeps. We beginnen gewoon met deze. Ga weg. Deze wou ik vinden. Speed camera. So long. Speed camera. Politie. Oké. Dus ik ben hem al kwijt omdat ik hem één kapot heb gerand. Met deze verschrikkelijk sterke auto. Dus ik zit nu in cooldown. En ik ben. Ik heb het idee dat ik nog aan deze auto moet wennen. Het idee klopt volgens mij ook wel een beetje. Want jullie zien het wel, hè? Hoop ik dat het een goede. Ja, ik doe het goede weg. Hierin? Ja. Sorry als het een beetje lagt, jongens, maar ik probeer nog steeds de goede oude instellingen te vinden voor het opnemen. Dit is ook mijn eerste Let's Play. Normaal neemt je saai altijd op. En dit is nou ook niet bepaald het lichtste spel wat je kan filmen. Zonder filmen draait hij maar op, wat zal het zijn? 30, 40 fps. Minecraft met zo'n 180, bij mij tenminste. Ja, we maken gewoon het beste van. In ieder geval, we zijn bijna bij de race volgens mij, nog 2 kilometer. Wat is dit?
weet niet wat dit is. Oké. Blijkbaar moest het spel de omgeving laden. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Als dit vaak gaat gebeuren, dan is dat jammer, vind ik, van het spel. Maar ik ga er niet van uit. Het is de eerste keer dat ik het zie, dus ja, maar. Laten we onze auto repareren, dat is een race. Oh, wat een mooie kleur. Oké, dat is wel heel vreemd. Ik weet niet of het hoort. Ik ga aan. Misschien zo even, moet ik even kijken. Als het door blijft gaan, moet ik even. Moet ik misschien stoppen. En het oplossen voordat we doorgaan. Maar in ieder geval nu eerst racen. Ja, Burnouters Offroad Tars is meestal de eerste easy race. Dan krijg je eigenlijk altijd hetzelfde mee. Alleen het verschilt bij sommige auto's wat je voor de tweede race krijgt. Sommige auto's hebben ook twee easy races. Andere maar één. Ik weet niet precies waarop dat gebaseerd is. Maar er zijn wel verschillen onderling dus. Ja, het is duidelijk. Containers. Haha. Oké, dit is volgens mij speed test, iets in die richting. Ik moet richting naar de finish toe. Met Oké, dat is niet goed. Nou gaat mijn gemiddelde snelheid omlaag. Ik wou zeggen, met een gemiddelde snelheid van 160 om goud te halen. Maar dan moet ik wel even harder rijden dan dit. Dus jullie zien dat ik wel boven de 200 zit. Maar mijn gemiddelde ligt nog laag natuurlijk, omdat ik net behoorlijk de auto in de pak heb gereden. Dus dan telt hij die 0 km per uur ook mee, volgens mij. En doet weer. Lijks. Ik ben zo terug, jongens. Oké, jongens, ik heb de rest gestart. Het bleek dat op een of andere manier al mijn settings terug waren gegaan naar het maximum. Dus ik skip deze nu even. Daarom lag die zo. Daarom had ik waarschijnlijk ook die laadfouten. Nu staat hij weer op de recorder settings. Die is omlaag aanpast, dus ik wil opnemen. Maar we gaan dus weer verder. Dus een race winnen. Andere kleur. Groen. Nou, is niet lelijk op deze auto. Oké, ik zit mooi. Ik zit... richting 160. Maar dus die onder 160. Average is wel 160. Dat is mooi. Mooi, harder, harder, harder. Kom op, ik wil die 160 halen. Ah, nee. Dat had ik niet tussendoor gekund. Nou, misschien wel, maar ik heb mijn best gedaan, oké. Ik heb nog 2,4 kilometer, dus dit moet kunnen. Ik rij bij 180, dus dat moet kunnen. Oké, ik ga hier snelheid door verliezen, maar dat vind ik niet erg, want het is gewoon vet. Oké, dit is niet vet. Dit wel. Yeah. Oké, dat is echt heel vaag. Ik heb net zeker een half uur opgenomen zonder beeldfouten en nou opeens ik snap er niks van. Kom op. Nee! 159,6 en ik moest 160. Wat is dit? Nee, die ga ik niet equippen. Ik ga die race nu opnieuw doen. Start race. Ik ben er ook een keer geweest, ik kan gelijk starten. Gelukkig, anders zou ik nog ook helemaal terug moeten rijden. Want
ik geen zin in gehad. Na deze race. Oké, harder. Kom op. Andere muziek, alstublieft. Oh ja. Nee hoor. Nou, dat gaat wel niet. Dat is een stuk beter en dat is geen erge botsing. Kom op, niet onder de. Ja, wel even naar onder. Nu hebben we snelweg, jongens, kom op. Ik ga nou niet die jump nemen, want dat gaat alleen maar verkeerd. Mooi, ik zit boven. Average. Dus als we nog een foutje maken is het niet heel erg. Binnenkant van die, yes. Yes, kom op. We gaan dit winnen, jongens. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Laatste checkpoint. Finish! Yes. En zo heb je 179 in plaats van 159. Dus, jongens, dit was. Ik apply deze even. Dit was mijn derde episode, volgens mij. En volgende keer gaan we weer verder. Waarschijnlijk met deze auto, want deze vind ik toch wel echt heel vet. En ik zie jullie de volgende keer. Doei!